Kijk, ik vind gewoon dat zeker anno 2016 dat de huishoudelijke taken tussen man en vrouw gewoon eerlijk moeten worden verdeeld. Weet je, dat vind ik. En ja, daarom, ik ben ook echt niet de beroerdste om 's middags even mijn bed uit te komen en deze heerlijke pan met mosterdsoep te maken. Nou ja, en als die dan klaar is, dan kankerstraal ik hem met pan en al in de wasbak, zodat mijn wijf de tyfuszooi op kan ruimen. Want zo is het ook. Hè? Dan kan ik weer terug mijn bed in om te gaan genieten van mijn welverdiende rust. En ja, gelijke rechten voor man en vrouw. Het is een heel leuk concept. Ben ik het helemaal mee eens. Maar je moet het wel verdienen. Hè? En ja, we kunnen er doekjes omheen gaan winden. Maar ik denk dat wij op alle fronten jullie zijn voorbijgestreefd. En denk zeker op spiritueel evolutionair gebied dat er nog bergen met werk te verzetten zijn voor jullie. Hè? En met de hele dag een beetje alles serieus te nemen. Te ouwe hoeren over niks. En als idioot achter spullen aan te rennen die je niet nodig hebt. Daar kom je er niet mee. Weet je? Ja. Als jullie graag zo serieus worden genomen, doe er dan wat aan. Dus ik zou zeggen, schouders eronder en aan de slag. En wie weet komen jullie dan op diezelfde hoogte waar wij bivakkeren. En dan zullen we jullie met open armen ontvangen. Want ja. Wij begrijpen ook wel dat het niet leuk is om niet voor vol te worden aangezien. En om door het leven te gaan als neukpop en robotstofzuiger.